Leuk dat je kijkt naar een nieuwe wandelvlog. Vandaag lopen wij het Utrechtpad en die begint natuurlijk bij de Dom. Staat alleen in de stijgers vandaag. En we lopen van Utrecht naar Werkhoven, 17 kilometer. En we volgen vooral de Kromme Rijn vandaag. Dus we zijn benieuwd. Inmiddels lopen we langs de Kromme Rijn de stad uit. De route is nu makkelijk te volgen in principe, want het is Oude Rijn, de Kromme Rijn aan je linkerhand. Dan kom je er vanzelf. We hebben het leukste moment van de dag, heb ik vergeten te filmen. Sander moest onder een bruggetje door. En dat bruggetje was maar 2 meter hoog. Dat was niet. Het was leuker om te zien, maar ja, sorry. En in de stad zelf zijn de bordjes niet heel makkelijk te vinden, omdat er ongeveer 14.000 routes zijn. Met allemaal kleurtjes. Dus kijk, we hebben hier ook een voorbeeldje. We lopen hier alleen al een stuk of 6 routes, zoals je kan zien. Op deze paal. Dus je moet goed op je kleurtje letten. Anders loop je verkeerd. Welkom bij Linetta's Wilde Wereld. Vandaag hebben we ganzen. En deze ganzen hebben kuikentjes. Oké, ik durf niet dichterbij te komen, want anders vallen ze me echt aan, denk ik. Sander is niet onder de indruk van de ganzen. Dat gaat niet passen. Dit is echt een brug voor kabouters. Ik moet hier zelfs bukken. Het is een uitdagende route vandaag. Ja. En een eerste fort iets. Hier hebben we het eerste landgoed van de landgoederen waar we vandaag langs lopen. Ik heb alleen niet op het bordje gelezen, dus ik weet niet welk landgoed dit is. Misschien kom ik er thuis nog achter. Het tweede landgoed en dit is landgoed Rijnouwe, als het goed is. Oh. Is dit een leuke wandelroute? Het is de leukste wandelroute van 2015. Jammer dat het nu 2019 is. Nu is het niet meer de leukste. We lopen nu langs de bunkers. Die horen allemaal bij de stellingen. Dit gebied staat vol met stellingen, forten en dergelijke. Oh. En we hebben grote eenden die aandacht willen. Er is hier ook een speciale bunkerroute, die hebben we al een keer gelopen. Maar daar hebben we geen beeldmateriaal van. Toch jammer. Maar dit is ook een leuke aanrader. Een stukje korter, 10 kilometer geloof ik of zo. Dus een leuke zondagmiddag besteding. Het derde landgoed waar we langskomen. Waar ik natuurlijk de naam ook niet van weet. Ik begin ook heel hard te twijfelen of ik de vorige goed heb gezegd of niet. Hier zit, of zat in ieder geval gesproken, bed en breakfast in. Nee, op een logies in ieder geval. Wat moet je met die ringen doen? Ze zitten te ver uit elkaar om iets nuttigs te doen. Maar voor de actievelingen onder ons kan je hier nog even sporten. Serieus? Hoe dan? En nu moet Sander er nog onderdoor. Ik ga het dus op. Ja. Welkom bij Linetta's Wilde Wereld.
Je loopt hier gewoon. En dan staan er hier opeens twee ponies. Buiten het weiland. Wilde paarden. Oké, Shetlanders. Hallo. Hij had mijn hand op. Sander gaat verder. Wat is Shetlander? Ja. En gewoon een ooievaar. Op het ooievaarsnest. Ja, die hoort. Oh, eeuw. Allemaal poep. Een prachtig kasteel. Ik heb geen idee hoe het heet. Of wat het is. Maar het ziet er mooi uit. Lijkt alsof we toch weer in de Efteling zijn. Wij zijn weer bijna op het einde gekomen van deze route. Eerlijk gezegd was het niet de leukste route die we de afgelopen tijd gelopen hebben. We misten een beetje de afwisseling. Je loopt de hele tijd langs de Kromme Rijn, dat is hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment ken je het landschap naast een rivier wel. Huisjes kijken is natuurlijk wel leuk. Maar het stuk trouwens bij de landgoederen is wel heel erg leuk om te lopen. Dus, maar het stuk daarna, de laatste 8 kilometer, was eigenlijk veel van hetzelfde. Bedankt voor het kijken. En hopelijk weer tot de volgende keer. Doei!